Met het doel mensen die in een leiderschapspositie zijn meer inzichten te geven, is vandaag de Global Leadership Summit GLS begonnen. Het is de vierde editie van deze leiderschapsconferentie die wordt georganiseerd door het Apollos Instituut. De bedoeling van deze videoconferentie is de participanten tools aan te reiken die ze kunnen meenemen om hun leiderschap beter te ontwikkelen. De eerste spreker van de dag was Bill Hybels, oprichter en senior pastor van de Willow Creek Community Church. Hij heeft een presentatie gehouden over de verschillende leiderschapsbrillen die er bestaan. Na de sessie was er een paneldiscussie. Het panel bestond uit Humphrey Bent, leadership consultant, en theoloog en DNA-lid Karel Breeveld. Bent gaf onder andere aan dat er een einde moet komen aan het accommoderen van mensen in posities waar ze niet thuis horen. Ik denk dat we eens een keertje in Suriname moderne dingen moeten gaan doen. Wanneer we mensen in posities stappen, oh, iedere keer als er ministerswisselingen zijn, kijk ik met mijn vakkundige bril, dat is mijn bril, als manager en leadership, ja, ik moet trainen elke dag weer. Dus ik zeg nou, hebben deze mensen wel de ervaring, het karakter, de competenties, hebben ze de weg al gevolgd om in die positie terecht te komen? We moeten meer gaan naar een profiel georiënteerde, een competentiegerichte selectie van mensen in de posities, Karel, ook in de politiek. Want daar, wat er daar in het parlement gebeurt, wat er daar in de top van de organisaties gebeurt, het benoemingsbeleid, zijpelt door naar die hele samenleving. En dan zie je potentiële jonge mensen die op een goede plek zouden willen zijn, maar dat we niet werken met selectiecriteria, profielen en niet, waardoor we dat ding overlaten aan mensen met goede bedoelingen. Het gaat niet alleen maar om goede bedoelingen, het gaat om professionele aanpak. Volgens Breeveld is het belangrijk dat we in Suriname mensen moeten toerusten op basis van objectieve gronden. Dit zal ertoe leiden dat hun leiderschapsrol volledig tot ontplooiing komt. Ik denk dat het belangrijk is dat we, juist wat Eugenie zegt, vooral ook samen tot de conclusie moeten komen dat in Suriname we de zaken te ver gepolitiseerd hebben. Iemand heeft het goed gezegd, elk korreltje zand in dit land heeft met politiek te maken. En dat is tegelijkertijd onze nekslag. Ja. Waardoor we niet kunnen komen tot zeg maar dat wat vooral hier naar voren komt. Dat we competentiegericht, dat we inderdaad op een objectieve wijze zaken kunnen beoordelen. Er is altijd weer die politieke bril, die, en ik ben zelf politicus, maar het is wel een storende factor. Een zeer storende en stuitende factor voor de ontwikkeling van personen als individu, maar ook voor organisaties, groepen en ga zo maar door. En dat is jammer. Daardoor komen mensen tot uitspraken als, in Suriname heb je geen kennis nodig, maar je hebt kennissen nodig. Ja. En daarmee laat men eigenlijk zien, ik kan alleen dingen gedaan krijgen als ik de juiste personen heb. Theoloog Karel Breeveld. Hij sprak vanmorgen tijdens de tweedaagse leiderschapsconferentie Global Leadership Summit, die in Theater Thalia wordt gehouden. De conferentie wordt morgenmiddag afgesloten.